Nostradamus zei ooit dat als de wereld vergaat, Ibiza de laatste plek is waar je kan overleven. Ja hoor, ze zijn er. Pim en ik hebben een heerlijk seksleven. Oh ja? Lijkt me lastig hoor, als je altijd de broek aan hebt. Dikloze slet! Woensdagavond ging Johan Nijenhuis verliefd op Ibiza in wereldpremière. Nu.nl reisde af naar het partyeiland voor een meet and greet met cast en regisseur. Hoe is het om weer terug te zijn op het eiland? Ja, het is lekker vandaag. De eerste keer dat ik op Ibiza landde is ruim een jaar geleden en toen regende het. Maar vandaag hebben we een hele fijne dag ervoor uitgekozen. En na 3 dagen al een gouden film, hoe heeft u het succes ervaren? Ja, ik was daar ontzettend blij mee. Als je zo'n film als Verliefd op Ibiza maakt, die maak je om in volle zalen bekeken te worden. Daar werken de grappen het beste, daar werkt de muziek het beste. Ja, ik was ontzettend opgelucht dat mensen zin hadden om de film te zien. Dus de verwachtingen voor u lagen ook hoog? Ja, de verwachting lag wel hoog. Je kan niet een dure film als Verliefd op Ibiza maken en dan tevreden zijn met 100.000 bezoekers. Film is een duur medium en dat kan je alleen maar vol blijven houden. Als je volle zalen trekt. En goddank heeft Ibiza dat gedaan. Ik geloof dat ik verliefd aan het worden ben. Op een voetballer. Nee, het is in ieder geval heel erg Ibiza. Ja, het was heel erg leuk om te doen. Om sowieso om 1,5 maand hier te zitten op het eiland. En hele leuke mensen, heel gezellig. Een hele leuke rol vond ik het om te spelen. Dus het was eigenlijk een groot feest. Zult u mensen van deze cast dan meenemen voor andere films? Ja, ik zou de mensen uit deze cast liefst altijd mee willen nemen naar alle volgende films. Ik heb zoveel lol met ze gehad en ze hebben ook zoveel gegeven en heel veel gedurfd. Jim en Jan die hebben zich blootgegeven. Rick Engelkes was moedig om toen ik toen vroeg, Rick, zou er nou eens een keer eentje met een te dikke buik draaien? Dat durfde die ook aan. Ja, de dames die hebben ontzettend veel gegeven en zonder scrupules zijn ze ervoor gegaan. Of het nou een bitchfight was of een vrije scène. Maar ook de humor. Deze acteurs hebben allemaal zoveel humor meegebracht dat ik ze heel graag weer in een volgende film wil hebben. Het is alleen de vraag wie. Op de rode loper van Ibiza-stad werden de acteurs warm onthaald door de lokale pers. Wij spraken model-turned-actress Kim Veenstra. Nou, ik noem mezelf geen actrice, maar het is natuurlijk, geef je natuurlijk wel een boost. Het is natuurlijk wel leuk, maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere mensen. Dus je weet niet of dat er echt door jou komt. Maar als cast samen hebben we wel heel goed samengewerkt. Dus het geeft natuurlijk wel echt een extra motivatie, laat ik het zo zeggen, ja. Kim Veenstra had nog niet eerder een film gemaakt, maar haar screentest was zo overtuigend dat ik wist dat gaat wel werken. Hij zei dat je het perfect deed. Zei hij, vanmiddag kan je jezelf niet actrice noemen. Nee, dit is pas dan mijn eerste grote filmrol. En ik heb nog een hele lange weg te gaan. Ik bedoel, als iemand 3 keer een fotoshoot heeft gedaan, dan ben je ook niet per se een model in mijn ogen. Dus nee, alle respect voor de actrices die echt nog heel veel hebben gewerkt. Ik heb nog echt een lange weg te gaan, maar het is wel zeker iets wat ik ambieer. Ik vind het heel leuk om te doen. Dit is het echt. Oh ja. Eet ze wel genoeg? Wie niet af kan reizen naar het zonnige eiland, kan de film gewoon nog bewonderen in de bioscoop. Huh? Mother, I like to fuck.